Jezus hoorde dat de Farizeeën ervan op de hoogte waren dat hij meer leerlingen kreeg en meer mensen doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, maar zijn leerlingen deden dat. Daarom verliet hij Judea en ging terug naar Galilea. Hij moest door Samaria en kwam in de stad Sichar in Samaria. Deze stad lag vlakbij het stuk land dat Jacob aan Jozef had gegeven. En daar was ook de bron van Jacob. Jezus was moe van het lopen en rustte uit bij de bron. Dat was omstreeks 12 uur 's middags. Er kwam een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus vroeg of zij hem wat te drinken wilde geven. Hij was op dat moment alleen omdat zijn leerlingen naar de stad waren om eten te kopen. Dat begrijp ik niet, zei de vrouw verbaasd. Ik ben een Samaritaanse en u bent een Jood. Welke Jood vraagt de Samaritaanse nu iets te drinken? Want Joden gaan niet met Samaritanen om. Als u wist wat God geeft en wie ik ben die u om water heeft gevraagd, antwoordde Jezus, dan zou u mij om water hebben gevraagd en ik zou u levend water hebben gegeven. Maar heren, zei zij, u hebt geen kruik en de put is diep. Waar haalt u dat levende water dan vandaan? Bent u dan meer dan onze stamvader Jacob? Hij heeft deze put gegraven en zijn zoons, zijn vee en hij zelf hebben er water uitgedronken. Jezus antwoordde: wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt. De vrouw zei: Heere, geef mij van dat water. Dan zal ik nooit meer dorst krijgen en hier geen water meer hoeven putten. Jezus zei: ga uw man eens halen. Ik heb geen man, antwoordde de vrouw. Dat is waar, zei Jezus. U bent 5 keer getrouwd geweest en de man met wie u nu samenleeft, is uw man niet. Heere, zei de vrouw tegen hem, u moet een profeet zijn. Op welke plaats moeten wij God eigenlijk aanbidden? Hier op de berg Gerizim, zoals onze voorouders altijd deden, of in Jeruzalem, zoals de Joden zeggen? Jezus antwoordde: geloof mij, er komt een tijd dat de mensen de Vader niet zullen aanbidden op de Gerizim en ook niet in Jeruzalem. U aanbidt blindelings, want u kent God niet. Wij weten wie wij aanbidden. Wij kennen God, want de redder van de wereld komt uit het Joodse volk. Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen, door de Geest die waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. God is geest, en wij kunnen hem alleen aanbidden als onze aanbidding geestelijk en oprecht is. De vrouw zei: ik weet dat de Messias komt. Messias betekent namelijk Christus. Hij zal ons Gods boodschap precies vertellen. Jezus antwoordde haar: ik ben de Christus.